Oh, want die heeft het aan de stok met het grote modemerk Balenciaga. Haar stichting Free a Girl heeft flinke problemen met hun laatste reclame-uitingen. Ja, en ik leg me daar, of ik ben het daar volledig mee eens. Want er is een campagne gekomen. We hebben natuurlijk in Parijs tijdens Paris Fashion Week gezien dat Balenciaga toen al met Kanye West voor enorme problemen zorgde. Dus we waren daar net van bekomen. En nu komt het nieuwe eraan. Tijdens een campagne voor de feestdagen hebben zij een beer getoond. Een kindje met een beer in de hand. Die SM-pakjes aan hadden en bondage materiaal. Nou, die combinatie met een kind en dat vind ik al heel apart. Maar daarbij zijn er ook stukken van een porno-rechtszaak die in Amerika heeft plaatsgevonden. Eigenlijk als een soort decoratiemateriaal in die tas, in die campagne laten zien. Nou, er is natuurlijk de hele wereld overheen gevallen en Free Girl heeft daar terecht ontzettend te hard naar uitgehaald. Ze hebben zelfs gevraagd of de Bijenkorf in Nederland Balenciaga wil boycotten. Ze hebben ook uitgehaald naar de Nederlandse Vogue, waarin ze zeggen: joh, zijn jullie wakker? Want die hadden een feestdagenpagina gemaakt met mooie cadeaus, waar dit ook was afgebeeld. Dus ze hebben ook gezegd: joh, zijn jullie wakker, Nederlandse Vogue? Kortom, ze hebben ze goed aangepakt met resultaat. Want Balenciaga heeft ook gereageerd en gezegd van: het spijt ons enorm, we hebben hier niet goed over nagedacht. We hadden nooit een kind in deze campagne, in deze combinatie moeten doen. Ik vraag me op dat moment dan af: waar zijn die ouders van dat kind wat überhaupt op de foto is gegaan? Waar is het management van dit meisje? Want het is een kindermodellenbureau die dit soort kinderen inzet op reclamecampagnes. Aan alle kanten heeft dit gefaald. Dus ze hebben in ieder geval excuus gemaakt. De campagne is uit beeld gehaald. En ze hebben ook op hun Instagram de reactiemogelijkheden uitgezet. Zodat het, ze hopen daarmee, denk ik, dat het rustig blijft. Maar dit is natuurlijk echt not done. Sorry, ik moet even. Ja, het enige, tot je nemen. De enige slechte keuze is nog niet geweest. Of de volgende komt eraan. Hoeveel mensen bemoeien zich daarmee? Nou ja, heel veel. En je zou bijna denken na dat Parijsverhaal dat slecht nieuws ook PR opbrengt. Maar dit gaat echt alle perken buiten. Is dit nou een heel populair merk? Want ik liep laatst door die duur. Enorm. Nee, het is een heel duur. Ik stond met een jasje in mijn hand van €4.000. Ja. Het was spuuglelijk. Balenciaga is dat was waarschijnlijk nog uitverkoop, ja. In combinatie met die sneakers, wat Kanye West, waar iedereen, alle jeugd op loopt, is het echt niet betaalbaar, maar wel heel gewild. Maar je wilde dus niet dood in gevoel worden. Nee, helemaal naar dit niet meer. Dus niet het populairste merk van het moment. Ja, ik weet het. Ja. Maar het blijft heel lelijk. Ja, nou ja, oké. Balenciaga zelf is al heel lang dood trouwens. Zijn naam is weer opgepikt. De investeerders hebben daar gewoon dat nieuw leven in geblazen. Ja, die draait zich om. Dit zijn wel dingen die helemaal als je de campagne helemaal moet verwijderen voor de feestdagen. Dat kan natuurlijk niet, maar terecht.